Hallo. De meeste van jullie eten wel zo'n 3 keer per dag. Echt, goed eten is niet zo makkelijk. Zo betekent een volle maag nog niet dat je gezond gegeten hebt. Een lekkere, grote zak patat met veel mayonaise geeft je wel een vol gevoel, maar gezond is het niet. Vandaag bestaat het Voorlichtingsbureau voor de Voeding 40 jaar. Dat bureau maakte altijd reclame met de schijf van 5. Vanmiddag kwamen ze met de schijf van 4. In Den Haag, in de Ridderzaal, was deze voor het eerst te zien. Marga was erbij. Ik denk dat de meesten van jullie de schijf van 5 wel kennen. Daar staat precies in welke 5 belangrijke groepen je voedingsmiddelen kunt verdelen. Dus als je gezond wilde eten, dan moest je elke dag uit elk vak een hapje nemen. Zoals bijvoorbeeld vis, kaas, ei en peulvruchten. Een vak met melkproducten. Groente, fruit en aardappelen. Een vetvak. En een vak voor brood en graanproducten. Waarom is die schijf nou opeens niet meer goed? Hij is uitstekend. Hij is zelfs veel te goed. We zijn er namelijk allemaal veel te veel van gaan eten. Wat bedoelt u? Wat bijvoorbeeld? We zijn onder andere veel te veel vet gaan eten. En er staan nogal wat vette producten in die schijf. We hebben net die oude schijf gezien. Die was voor vlak na de oorlog. Toen was er heel weinig eten. En dan moest iedereen zorgen dat hij genoeg kreeg. Nu is er ontzettend veel eten. Ga maar in de winkel kijken. En daarvoor hebben we nu een nieuwe schijf gemaakt. Om goed te leren kiezen wat echt nodig is. Zoals? Brood en aardappelen. Die zijn dus gewoon echt nodig. En een heleboel mensen denken, nou daar word je dik van, dat is eigenlijk niet zo erg belangrijk. Het zijn juist ontzettend belangrijke voedingsmiddelen en die moet je dagelijks eten. En wat moet je dan minder eten? En je moet wat minder vet eten en producten waarin veel vet zit. De minister van Landbouw en Visserij, meneer Braks, was ook bij de feestelijke uitreiking van de nieuwe maaltijdschijf in de Ridderzaal. Samen met wat kinderen legde hij voor de eerste keer die schijf neer. Meneer Braks, houdt u zich wel zo goed aan die voedingsschijf? Want als ik zo eens naar u kijk... Ja, daar heeft u gelijk in. Ik zou dat iets beter moeten doen. De omstandigheden zijn er vaak naar dat het niet zo goed kan. Maar ik doe een uiterste poging om een kilo of 5, 6 zo snel mogelijk kwijt te raken. Ja, ja. Ja, want u houdt het een beetje in volgens mij. Nee, op dit moment niet. Het gaat de laatste dagen weer wat beter. Maar ik moet toegeven dat het moeilijk is. En daarom ben ik blij dat er een voedingsbureau voor de voeding is. Om ook mij daar regelmatig op te wijzen. En dat hebben ze vandaag nog weer eens uitdrukkelijk gedaan. Niet omdat er slecht voedsel is, maar omdat we vaak zeer onevenwichtig eten. Onevenwichtig? Nou, bijvoorbeeld alleen maar frieten of zeer eenzijdig, wat heel slecht is voor het gewicht en voor de hele conditie. Nou, ik zou zeggen succes met uw dieet. Nou, dankjewel. Hou me maar een beetje in de gaten. De steenfabrieken in ons land zijn in de problemen geraakt. Dat komt omdat er steeds minder huizen gebouwd worden. En stenen worden nu eenmaal vooral voor huizen gebruikt. Normaal hebben de fabrieken ongeveer 350 miljoen stenen in voorraad. Maar op het ogenblik zijn er dat al 850 miljoen. Dat wil zeggen bijna 3 keer zoveel. Er zijn nu ruim 100 steenfabrieken in Nederland. Maar dat zijn er veel minder dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Maar het zou best kunnen dat er binnenkort opnieuw een aantal fabrieken zal moeten verdwijnen. In veel fabrieken wordt daarom al lang niet meer op volle toeren gewerkt. Maar waarom worden er nu minder huizen gebouwd? Ja, dat komt. De prijzen van de huizen zijn de laatste jaren zo gestegen dat steeds minder mensen een huis kunnen kopen. En bovendien is het steeds moeilijker om geld te lenen voor de aankoop van een huis. Daardoor worden er minder huizen gebouwd. Dus zijn er minder stenen nodig. En dat heeft weer geleid tot de problemen van de steenfabrieken. Op het bekende Amsterdamse Waterlooplein gaat binnenkort de bouw beginnen van het nieuwe stadhuis Operagebouw. Voordat de bouw kan beginnen, moeten er eerst palen in de grond geheid worden. Maar voordat dat zover is, wordt eerst de grond afgegraven. Bij die afgravingen zijn ze op allerlei zeldzame voorwerpen uit de 17e eeuw gestuit. Zoals deze oesters, mosselen, pruimennootjes, kersenpitten en ook toen al aten de mensen een kippeneitje bij het ontbijt. Uit deze borden en schalen aten de vooral Joodse mensen uit die buurt.
Het nu zo bijzondere Delfts wit aardewerk werd toen gewoon iedere dag gebruikt. Een soort jeu de boule en het knikkerspel werd 300 jaar geleden ook al gespeeld. En ik denk dat dit hele kleine stenen speelgoed uit een poppenhuisje komt. Maar dat is nog niet gevonden. De ballpoint bestond toen nog niet en daarom schreef iedereen met een griffel op een lei. De deskundigen, met een moeilijk woord archeologen, hebben in een maand tijd al dozen vol opgegraven uit afval en waterputten. Ze zijn zo enthousiast over deze vondsten dat ze nog wel een tijdje doorgaan met hun opgravingen op het Waterloopplein in Amsterdam. En de resultaten kun je nu al zien in het Amsterdams Historisch Museum. De weersverrassing voor morgen. Eindelijk wordt het warmer voorjaarsweer. Het zal ook droog weer zijn met af en toe wat wolken, maar in de loop van de dag komt er meer zon. Overal veel plezier en tot morgen.